Door de eeuwen heen heeft Nederland een band met het voormalige Nederlands-Indië, nu beter bekend als het huidige Indonesië. De Nederlandse aanwezigheid dateert van de eind van de 16e eeuw. Met ruim 340.000 kwamen onze medeburgers vanuit het voormalig Nederlands-Indië in de jaren 50 naar Nederland. Heden hebben ruim 1,5 miljoen Nederlanders Indische roots. Wij spraken met gravenaar Willem van den Berg, 66 jaar, waarvan de ouders geboren zijn in voormalig Nederlands-Indië. Ja, dat is op zich een hele goede vraag. Wat heb ik met Indië? Je had waarschijnlijk iemand verwacht met een wat gekleurder gelaat dan echt een bleke, zeg maar even, zoals wij dat noemen. Mijn beide ouders zijn geboren in Indië, in Chiang Mai, op Java, vlakbij Bandung. En dat is eigenlijk de relatie die ik heb met Nederlands-Indië. Chiang Mai kenmerkt zich door de prachtige natuur, helder water en groene rijstvelden. Werd er thuis gesproken over de periode dat Nederlands-Indië in oorlog was? Ja, het is heel typisch dat de periode van voor de oorlog, daar zijn ze heel, heel vrolijk over, heel uitgebreid over. Hoe mooi dat land was, hoeveel het te bieden had, hoe fijn de mensen waren, hoe gezellig de mensen waren. Maar van de oorlogsperiode, daar weet ik eigenlijk nul van. En juist als mid-zestiger is de interesse geboren om daar wat meer van te weten. En daar hoort ook een Indië-herdenking bij. Hoe zat het ook alweer met de oorlog aan die zijde van de wereld? We kijken even terug. Het is 10 mei 1940. Duitsland valt aan met vliegtuigen, tanks en allerlei andere voertuigen. In 5 dagen wordt Nederland onder de voet gelopen. Koningin Wilhelmina vlucht naar Engeland, net als de ministers van haar regering. Die ministers vinden eigenlijk dat de koningin nog veel verder weg moet vluchten, naar Nederlands-Indië. Dat is ook deel van het Nederlandse Koninkrijk, aan de andere kant van de aarde. Maar Wilhelmina wil niet. Ze vindt het klimaat er verschrikkelijk. Ze houdt niet van hitte. Een paar honderdduizend Nederlanders wonen er wel. Ze vinden het er heerlijk, al eeuwen. Hun voorouders hebben er een kolonie van gemaakt. Een stuk Nederland in de tropen. Het is een prachtig land. Het is er vredig en de meesten hebben het er heel goed. De Nederlanders daar hebben er goede banen, meer dan genoeg geld en mooie huizen. Ze hebben er vaak ook bedienden. Dat zijn de Indonesiërs die de was doen, koken, schoonmaken en als het nodig is op de kinderen passen. Maar dat prachtige leven wordt bedreigd, want ook in Nederlands-Indië begint de oorlog door te dringen. Daar is het niet Duitsland dat zijn gebied wil uitbreiden ten koste van de buurlanden, maar Japan. De leiders van Japan vinden hun land te klein. Zij willen de baas worden in heel Azië en daarom de blanke overheersers uit Azië verdrijven en dus ook de Nederlanders uit Indië. Op 7 december 1941 valt Japan aan. Vliegtuigen en onderzeeërs vernietigen de Amerikaanse vloot die midden in de Stille Zuidzee in een haven ligt in Pearl Harbor. Amerika verklaart Japan de oorlog en Nederland doet mee. Binnen 3 maanden naderen de Japanners Nederlands-Indië. De geallieerde vloot, onder leiding van Karel Doorman, probeert de Japanse schepen tegen te houden in de Javazee. Ik val aan, volg mij, roept Karel Doorman. Maar het wordt een ramp. Meer dan 900 Nederlandse marinemensen verdwijnen in de golven. En Japan kan Nederlands-Indië nu voluit aanvallen. Het Nederlands-Indische leger biedt bijna geen weerstand. De Japanners zijn er binnen een paar dagen de baas. Voor de Nederlanders breekt in dat prachtige Indië een verschrikkelijk moeilijke tijd aan. Ja, die periode kenmerkt zich door de inheemse mensen en de Nederlandse mensen die daar waren vanwege Nederland, de Nederlandse kolonie. Denk aan militairen van de Marine Luchtvaartdienst, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en bestuurders en ambtenaren. Die gewoon in dienst van Nederland waren en in feite zorgden dat het land goed draaide. En toen kwam de oorlog en al die mensen zijn geïnterneerd geweest in kampen, in verschillende kampen, onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, eigenlijk te verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk dat onze ouders en onze voorouders daar niet over spraken. De mannen worden in kampen opgesloten. De meesten moeten dwangarbeid doen.
Ze moeten spoorwegen aanleggen door het oerwoud. Ze krijgen bijna niets te eten en ze sterven bij duizenden. De vrouwen en de kinderen komen ook in kampen, waar ze niet uit mogen en ook veel te weinig te eten krijgen. Er zijn bijna geen dokters en helemaal geen medicijnen. En daardoor gaan veel vrouwen en kinderen dood. Jongens moeten bij hun moeder weg als ze 10 zijn. Dan komen ze in jongens- en mannenkampen terecht, waar ze het heel erg moeilijk hebben. Het is ook een zware tijd voor de Indonesiërs. Zij gaan er onder de Japanners op achteruit. Ze moeten heel hard werken. En door hongersnood sterven duizenden mensen. Ja, getalsmatig is dat altijd heel moeilijk te zeggen. Maar we hebben het over 10.000, over 100.000 slachtoffers. Waarvan we het een beetje weten, die ook gedocumenteerd zijn. Maar ook nog heel veel slachtoffers die nooit gevonden zijn. Ook niet weten waar die gebleven zijn. In 1944 beloven de Japanners dat de Indonesiërs binnen een paar jaar hun eigen land mogen gaan besturen. Maar zover is het nog niet. Eerst volgen er in Azië nog hevige gevechten. Het Amerikaanse leger probeert de Japanners weer terug te drijven in hun eigen land. Eiland voor eiland veroveren ze en ze gooien bommen op de Japanse steden. De Japanners geven zich pas gewonnen in augustus 1945, als de Amerikanen op 2 Japanse steden atoombommen gooien, op Hiroshima en op Nagasaki. Daarbij vallen honderdduizenden doden. Japan geeft de strijd op en trekt zich terug. Heb je er met je ouders over kunnen praten? Voor alle mijn collega's, ook binnen het platform India Denk in Graven, is hetzelfde issue dat onze ouders eigenlijk daar niet over spraken. Is op zich ook niet zo vreemd, want toen zij terugkwamen uit Nederlands-Indië, of naar Nederland toe kwamen, zoals mijn ouders kwamen hier naartoe, hadden die mensen helemaal geen tijd om over de oorlog te praten, laat staan een herdenking te organiseren, want die waren met hele andere dingen bezig. Hun leven op te bouwen naar een verschrikkelijke periode. In India. De meeste Nederlanders gaan per schip terug naar het vaderland waar velen nog nooit geweest zijn. En de Indonesiërs kunnen proberen hun eigen land op te bouwen. Het is dan feest voor veel Indonesiërs. En veel Nederlanders zijn treurig. Want ondanks alle ellende zijn ze veel gaan houden van Indië. Dat voor hen een paradijs was om te wonen. Nu is het 2019, 25 jaar na de oorlog. Die is officieel dus niet beëindigd op 5 mei. Nee, dat is correct. Dat is ook, voor mij was dat een openbaring. Ik leefde natuurlijk al bijna 66 jaar met het idee dat op 4 mei de oorlog afgelopen was. En wat blijkt nou? 15 augustus 1945 is Nederlands-Indië bevrijd van de Jappen. En dat daarmee kwam ook gelijk een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hare Majesteits Mijnenlegger Abraham Krijnsen gaat een anker op de reede van het eiland Bouton ten zuiden van Celebes. De commandant van het oorlogsschip, kapitein-luitenant ter zee Dobbinga, heeft aan landingen aangename herinneringen, want tijdens de Japanse bezetting ging hij op de Damar-eilanden, ten noorden van Timor, het eerst aan land. De herdenking is 14 augustus, hier op het Torenplein. Het begint om 7 uur. Graag arriveren iets voor 7 uur. Dan kunnen we om 7 uur beginnen. We zullen beginnen met een inleidend praatje wat inhoudt waarom we het doen. En wat de aanleiding is en de reden daarvan is. De burgemeester gaat wat zeggen. Daar zijn we ook heel blij mee dat hij daar wat over gaat zeggen. Vervolgens gaan wij een gedicht laten voordragen. Het Indisch Kamp is een heel emotioneel gedicht. Dat laten we gepaard gaan met 2 minuten stilte en de Last Post. Daarna komt er nog een verhaal over de 3 Nederlanders die hier achter mij op het bord staan. Die naar Indië verhuisd zijn, daar gewoond hebben, daar gewerkt hebben en daar overleden zijn. En we sluiten af met 2 coupletten, muzikaal het Wilhelmus. Graven en Indië, dat is iets wat warme band is met elkaar, klopt hè? Ja, dat is zeker voor mij persoonlijk. Want als jonge man hier in Graven geboren, zijn er ook veel mensen van Indische afkomst hier ook in Graven geboren. Vroeger zaten we samen op school. Ik denk dat mijn klas voor 40% bestond uit kinderen van Indische afkomst. Een aantal procenten van kinderen uit ouders die daar geboren zijn. Dus ik ben opgegroeid met Indische mensen. Alleen toen ik jong was, lustte ik geen rijsttafel. En toen ik ouder werd, kan ik er niet meer vanaf blijven.
Leuke reacties. De mensen hier om mij heen, om ons heen, die gaan de vlag in top hijsen. Dus je ziet dat het hier in ieder geval al leeft. En wij hopen eigenlijk op een grote opkomst. Niet alleen van mensen met Indische roots, maar juist mensen met Graafse roots. Om te luisteren en te kijken van waar gaat dit nou over? Als ik jou zo aankijk en ik luister naar je woorden, het wordt wel emotioneel. Dat kan niet anders. Daar zou ik bijna voor willen waarschuwen, maar dan positief waarschuwen. Het is voor ons al emotioneel geweest om het te organiseren. En wij hebben onze emotiemomentjes al gehad door dingetjes uit te zoeken. Maar let op, bij de last post, dan lopen de rillingen over de rug. Bij het gedicht Indisch Kamp door Charlie Woesthoff lopen de rillingen over de rug. En bij ons allemaal, bij het Wilhelmus, de rillingen over de rug.